Door het ingrijpen van minister De Broek in de kwestie Khomeini Karel. Van den Broek. Minister Van den Broek. Door het ingrijpen van minister Van den Broek in de kwestie Khomeini Karel. Achten ook andere bewindslieden zich namelijk gerechtigd om zich met de inhoud van televisieprogramma's zich daarmee te bemoeien. Daar konden en mochten wij niet op ingaan. Ik vind het heel prettig dat u even heeft willen komen. Zodat ik kan assisteren en ook bepaalde aanwijzingen kan geven voor het maken van de pop voor de Nederlandse Spitting Image. Dat ik de pop nog geruime tijd van tevoren te zien kan krijgen. Nou, meneer Deetman, u hoeft zich niet ongerust te maken, want wij waren helemaal geen pop van u van plan. Wel nu? U gaat dus niet pogen een pop van mij te maken? Omdat wij er eigenlijk geen aanleiding toe zagen. Geen directe aanleiding. Dan geloof ik dat het redelijk is dat u mij daar een feitelijke verklaring voor schuldig bent. De verklaring is, geloof ik, dat u... Ja, sorry hoor, maar absoluut niet tot de verbeelding spreekt. Dat is het punt. U bent zo zwak, zo kleurloos, zo mulo, zo ulo. En daarbij eigenlijk ook zo zielig dat wij niet wisten hoe we dat... Ik heb, afgezien van uw beleid... Zegt u de mensen werkelijk helemaal niets? Nee. Helemaal niks. Het is een ons bastardsuiker. Als u nou maar één keer dronken achter het stuur had gezeten. Of een kleine verhouding met een televisieomroep of zoiets. Begrijpt u wel? Maar als u zelfs nog niet gevraagd bent door Karel Prior in de Zenders, dan gaan wij toch geen pop van u maken voor de Nederlandse Spitting Image? Kom nou toch. Maar zegt u het zelf maar. Vertelt u dan eens iets leuks van uzelf? Ja. Ik heb in 1961 nog eens 3 maanden op gitaarles gezeten. Dus u zou van mij een pop kunnen maken met een gitaar. Een soort van halve Beatle met vies lang haar. Maar u doet maar, dat laat ik graag aan u over. Ja, maar, nou, dat is... Ja, maar meneer Deetman, dat begrijpt toch geen hond? U zou... ook een satirische grap op mijn beleid kunnen maken. Dat is te pijnlijk. Ja. We willen bij de Nederlandse Spitting Image ook wel degelijk rekening houden met bepaalde grenzen aan de satire. Ja, kijk, uw afbraakbeleid moet worden aangevallen, moet in de grond worden gestampt. Daar gaan we geen grappen meer maken. Over. Dat mag ook niet, kan geloof echt ik. Niet. Ik hoef echt niet levensgroot, maar er moet toch... dacht ik, in uw budget een klein potje te vinden zijn voor 1 klein poppetje. En dan mag u op de pop, mag u allebei op de pop gaan springen en stampen. Of u laat zieke onderwijzers de pop in brand steken. Of de pop door kinderen van het dak van het ministerie van Onderwijs gooien. Maar als ik maar alstublieft in de Nederlandse... Spitting Image mag komen. Ik vraag dit niet zozeer voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Want u kunt zich voorstellen onder welke omstandigheden die momenteel naar school moeten gaan. Ja. Als ik u nou mijn bril meegeef en mijn stropdas en mijn pen. Dat u alvast de elementen voor de pop van de minister, dat de kostenfactor... niet kan uitmaken.